Er zijn een aantal maal vrienden van mij op bezoek gekomen vanuit Nederland hier in Krakau. Die hadden allemaal een bepaald beeld van Polen. Wat toch meer overeenkomt met Polen zo'n 30 jaar geleden. Toen het nog onder het juk van het communisme gebukt ging. En ze waren heel erg te spreken over de stad en de mensen en de algehele vibe die er hing. Ik ben Cor van der Leenputten. Ik heb de Erasmus Mundus Master Euroculture gedaan. Ik heb mijn eerste semester van deze master in Bilbao in Spanje gezeten. Daar lag de nadruk veel op het minderhedenbeleid, omdat je de Basken hebt en de Catalanen. En hier in Krakau, in Oost-Europa, was die invalshoek meer vanuit het enlargementproces van de Europese Unie. Via Universiteit Maastricht kwam ik in aanraking met het VSB-fonds. En dat was voor mij doorslaggevend, want zonder de hulp van het VSB-fonds had ik eigenlijk gewoon de tuition fee van deze opleiding niet kunnen betalen. Nou, Krakau is natuurlijk toch het epicentrum van de zwartste pagina in Europa's geschiedenis. Wat voor mij het grootste gevaar is dat ik zie in niet alleen Nederland, maar ook in Europa, is toch de terugkeer naar nationalisme. Dat beangstigt mij, want toen wij de verschillen begonnen te benadrukken en het nationalisme in omvang toenam, zo'n 60 jaar geleden, heeft dat tot verschrikkelijke dingen geleid. En als er één plek in Europa is waar dat erg goed zichtbaar en voelbaar is, dan is het hier in de Joodse wijk in Krakau, waar in heel korte tijd een hele bevolkingsgroep op verschrikkelijke manier is weggevaagd. Ik studeerde dus aan een instituut dat zich richt op Europese integratie. Het ligt een stukje buiten de stad, heel mooi gelegen. On behalf of the Euroculture Krakow team, I'm very proud to congratulate you. Ik heb zojuist in Polen succesvol mijn masterscriptie verdedigd. We wish you the best in your future. En wat ik zou willen doen is toch het Europese project verder vooruit te helpen. Vooral als je nou kijkt hoe de eurocrisis het scepticisme voedt. Dat ik uiteindelijk hoop dat we dichter tot elkaar komen. Dat het motto United in Diversity ook weer spiegelt in bijvoorbeeld een federaal Europa. You have friends, your friends here. So congratulations once again. Thank you very much, Juan. It means a lot to me.